Hallo, welkom allemaal. Mijn naam is Anneke en fijn dat jullie weer afstaan met op Soul Search. Ik neem jullie graag mee met deze nieuwe maan in maart. En natuurlijk, voordat we van start gaan, heb ik nog een belangrijke mededeling. Want bij deze nieuwe maan horen ook nieuwe beginnen. En in de bescherming kan je ook alvast kijken naar mijn sociale media van Hisha Amani. Om meer astrologische updates te ontdekken via Facebook of Instagram. Dus volg ook daar zeker de kanalen om helemaal up-to-date te zijn. Ik ga daar ook andere belangrijke evenementen bespreken. Buiten de nieuwe maan en de volle maan dat ik hier altijd doe. Dus volg ook zeker daar alles rond astrologie. En dan neem ik jullie nu graag mee voor de nieuwe maan in maart. Die exact zal zijn in de nacht van 2 op 3 september om 3:56. De maan en de zon zullen dan staan op ongeveer 11 graden maagd. Dus kijk ook in jouw persoonlijke horoscoop waar dat jij jouw maagd hebt zitten. Want ook dat thema is dan een persoonlijker thema voor deze nieuwe maan. En ook heel specifiek als je op 11 graden maagd een bepaald aspect of een bepaalde planeet hebt staan, kan je daar een duidelijke reset of een nieuwe start verwachten. Dus als we gaan kijken naar een nieuwe maan, komen we automatisch ook uit met een nieuw begin. We mogen weer manifesteren, nieuwe doelen voorop stellen. En in maagd is dat toch wel weer op een praktische, organiserende manier. Maagd is heel... is ook aard, is ook heel nuchter. En we gaan ook zien dat dit al een voorbereiding is op het eclipsseizoen van september, oktober, dat van start zal gaan. En we maken ook stilaan de opbouw naar dan weer de volle maan in maart binnen 6 maanden. En ook daar is dan weer een eclipsseizoen. Dus het heeft wel belangrijke punten die je nu in gang kan zetten. Zoals ik al zei, die centrale thema's, we kunnen verder ook focussen op meer persoonlijke zaken. Dus onze persoonlijke waarden, wat we zelf belangrijk vinden. Maar ook onze eigen integriteit zit ook wel mee in het maagdgegeven. Maagd is niet alleen een organisatietalent, maar heeft ook oog voor gezondheid en onze dagelijkse routine, want het is ook gekoppeld aan het zesde huis. Dus ook daar mogen we dat verder onder de loep nemen, in detail bekijken, want maagd is ook heel fel gericht op de details, ziet ook alles. Heeft eigenlijk een heel mooi overzichtje van de projecten, zal ik maar zeggen. Dus als we dan gaan kijken naar ook de dienstbaarheid en de toewijding die de maagd heeft, kunnen we onze vraag nu bij deze nieuwe maan een beetje stellen van op welke momenten zet jij je graag in voor anderen? En zijn er momenten dat je jezelf verliest door altijd in functie van de ander te denken? Is er een manier om je meer in balans te brengen? En wat heb je daar dan ook voor nodig om meer die balans te hebben? Want dat is uiteindelijk ook wel wat maagd een beetje vraagt nu. Kiezen voor nieuwe routines en verbetering. We willen vooruit, we willen progressie en groei maken. Dus het is en persoonlijk en ook oog op verbetering. En maagd is ook wel een teken dat wat rust en orde en structuur kan brengen in de chaos. Dus ook daar is er een moment dat je geen orde hebt. Wat is er dan voor nodig? Is dat op een fysieke manier, op een materialistische manier dat je geen rust hebt? Of is het eerder dat je geen rust hebt in je hoofd? Ook daar kan je weer de balans opmaken. En wat dan vooral kan helpen om terug rust te krijgen, is te connecteren, te aarde, de natuur op te zoeken. Om meer uit je hoofd te geraken en in je gevoel, in je intuïtie, in je eigenheid. En nog een andere manier wat ook kan helpen, is ook wel door even te vertragen, terug te schakelen. De natuur kan daarvoor helpen.
Maar het kan ook even inchecken zijn bij jezelf, hè? Om te kijken naar, oké, die introspectie te maken. Wat zit in mijn dagdagelijkse routine? Zit daar een momentje voor mezelf in? Heb ik ook genoeg self-care? Is het niet enkel zorgen voor anderen, maar ook zorgen voor mezelf? Ook daar goed die balans kunnen vinden. Het geeft ons eigenlijk allemaal de mogelijkheid om nu opnieuw nieuwe gewoontes te ontwikkelen die beter zijn voor onszelf. Heel concreet, hè, je kan gezonde gewoontes opstarten. Ook gezondheid is belangrijk. Je kan daar focussen op koken, een weekplan te maken, om vooruit te koken, om 's avonds al te koken in plaats van 's morgens nog klaar te maken. Een sportabonnement nemen als het meer om gezondheid gaat. Een bepaalde starten, run, starten, tennis. En dan nog het beste eigenlijk, ook om de natuurconnectie te nemen, ook in de natuuromgeving de sport uit te oefenen bijvoorbeeld, of je dagelijkse beweging te hebben in de natuur. Het kan zo lang en zo breed gaan als je zelf wilt, en ook goed te kijken van wat past bij mij en waar zit geen overdaad op. Waar kan het gebalanceerd zijn? Ook een heel belangrijke, want als maag een overdrijf gaat, ja, dan gaat het op het perfectionistische af. En dan willen we alleen maar meer en meer en beter en beter en tot op het detail. En dan wordt het net iets te kritisch voor het maag zijnde. Dus die kantjes van maag willen natuurlijk net beperken in deze nieuwe maan. Andere zaken zijn een ochtend- of een avondritueel waar dat je ook even een bodyscan check-in kan doen. Andere goede tips zijn effectief fysiek jouw leefruimte opruimen. Zaken weggooien die niet meer voor jou dienen, die niet meer belangrijk zijn, die je niet gebruikt. Die vooral stof liggen te vergaren, zoals we dat noemen. Dus daar ook meer ruimte creëren. Maar je kan ook op een emotionele manier ruimte creëren door in je belevingswereld te kijken van oké, wat werkt nog voor mij, wat niet, wat mag ik effectief loslaten om ook ruimte te creëren. Dus ook daar, ja, je mag echt wel nieuwe routines maken, nieuwe gewoontes creëren. En deze nieuwe maand bouwt ze eigenlijk op om ze in te zetten. In de komende periode. Dus zoals ik al zei, don't overdo it. Hè. Maart kan nogal in overdrijf gaan als zij te negatief ingesteld is. Dus het mag gebalanceerd zijn. En kijk ook naar je persoonlijke aspecten en persoonlijke thema's die dan op de 11 graden maart zitten, zodat je nog meer afgestemd kan zijn op deze nieuwe maan. Er zijn natuurlijk ook weer andere belangrijke planeten, want maart is heerster van de planeet Mercurius. Dus Mercurius speelt ook een belangrijke rol bij deze nieuwe maan. Een voorbereiding van deze nieuwe maan gaat Mercurius al direct lopen. Nu eerst dat hij terug op kruissnelheid heeft, heeft dat toch nog een tijdje, 14 dagen nodig. Dus in de komende periode na 28 augustus gaat het stilaan wel in de directe richting gaan. Dus we gaan ook zien dat we kunnen overgaan van die periode van introspectie, van de retrograde periode, naar weer actie, doelen voorop stellen in de directe Mercurius. Waarbij dat als we kijken naar, het is een communicatieplaneet, maar ook onze intellectuele processen komen terug op gang. Het transport, het reizen komt terug op gang. Ook bepaalde transacties en handel. Alles stroomt terug meer naar buiten. En als we dan gaan kijken op de Leo-manier, want Mercurius gaat nog altijd in Leo tot 9 september, zien we dat het vuurteken echt wel een volle enthousiasme is, graag wil delen met de wereld. Welke talent dat hij heeft naar voren brengen, waar hij zichzelf weer centraal kan zetten. Waar ook net iets snellere communicatie kan zijn, nu dat het terug directer loopt. Langs de andere kant is Leo ook heel creatief.
En houdt natuurlijk ook van fun en playtime. Dus ook daar kunnen we het koppelen aan het maartgegeven. Bijvoorbeeld door creatief om te gaan met die nuttige dingen. Dus dat je toch nog het plezier en de fun hebt in de dingen die moeten gebeuren of die op jouw to-do-lijstje staan. Bijvoorbeeld poetsen met muziek, al zingend, noem maar op. Het mag helemaal out of the box zijn, waar had jij eigenlijk creatief en jouw belevingswereld ook helemaal mag meenemen in jouw to-do-lijstjes. Dat het niet enkel saai is, waarbij dat je niet het gevoel hebt dat je ook nog er zelf iets aan hebt. Andere aspecten die ook nog belangrijk zijn deze komende periode, is enerzijds Saturnus, want Saturnus staat recht tegenover de zon en de maan in Vissen op 16 graden. Eerst gaat de maan er recht tegenover staan bij de nieuwe maan en een paar dagen later op 8 september doet de zon hetzelfde. Dus in die komende week rond de nieuwe maan is dat aspect nog wel heel hard voelbaar. Saturnus is ook de planeet van structuur, dus ook de orde en de structuur die maart wel stelt, stelt Saturnus ook wel. Hij heeft ook een heel grote verantwoordelijkheidsthema, maar in Vissen is dat nogal mistig. Ook Vissen is ook een waterteken, dus is ook heel emotioneel. Dus ja, Vissen is helemaal niet eigen met de thema's van Saturnus. Dus daar zien we wel, als de maan de oppositie maakt, dat het meer een tough love is. Dat we ondanks wat we toch gewoon zijn en wat in onze comfortzone zat, dat we toch wel moeten kiezen voor hetgeen wat beter bij ons past. Ook de zon die ons uitdaagt met die oppositie om gewoon betere gewoontes te creëren. Een vis kan ook vluchtgedrag vertonen, zodat we bepaalde slechter gewoontes hebben. Kan roken zijn, drinken, druggebruik. Het kan met vis heel breed zijn om uit de realiteit te geraken als we het heel breed bekijken. Maar Saturnus daagt ons dan eigenlijk uit om samen met de routine die de maagd heeft, om weer terug structuur op te bouwen. En dat kan bijvoorbeeld door minder te drinken, door te stoppen met roken, maar ook een beter slaapritueel te creëren. Alles wat ons eigenlijk kan bijbrengen tot terug een structuurvorm in de realiteit. En het doel is dan ook wel echt weer die structuur, zodat die meestromende vis ook meer gelijnd is. En niet zomaar van zijn pad af zwemt. En meer rechtdoor kan gaan waarop het doel, eigenlijk waar we onze doelen zelf willen stellen. Andere aspecten die nog belangrijk zijn, is dat de zon en de maan ook een vierkant maken met Jupiter. Een vierkant is eigenlijk wel een spanningsveld, want het creëert vooral frustratie. Waar dat maagd vooral, voor de zon en de maan, heel veel binnen de lijntjes blijft, de to-do-list afcheckt, echt helemaal het protocol volgt, zal ik maar zeggen, is Jupiter een tweeling? Ja, wel hetgene die wel zegt van, oké, ik wacht wel af. Ik zal wel zien, ik kan nog altijd van mening veranderen of ik laat wel weten dat het toch niet kan. Dus dat zorgt er eigenlijk wel voor dat dan spanning creëert en ook wel voor frustratie kan zorgen, omdat het een niet nog het andere is. En Jupiter is ook wel een planeet die er een vergrootglas op legt, dus dat kan wel zorgen voor die extra frustratie tijdens deze nieuwe maan. Dus dat toch wel een uitvergrotende factor kan zijn die Jupiter stelt. Nog een andere belangrijke planeet die we zeker niet mogen vergeten, is Pluto. Want Pluto loopt in steenbok vanaf 2 september, dus net voor de nieuwe maan, gaat hij verder in retrograde en gaat hij opnieuw voor de laatste keer in steenbok. De retrograde periode op zich loopt nog tot 12 oktober, dus
Pluto blijft in die 29 graden steenbok. Dus we zien dan dat het echt wel de afrondingsfase is van steenbok. Ook van het steenboktijdperk, waarbij Pluto voor het eerst in steenbok is gekomen in 2008. Ook daar de eerste thema's van steenbok naar voren gekomen zijn. En de laatste periode dat Pluto in steenbok heeft gestaan, was vorig jaar maart tot januari dit jaar. Dus ook die periode wat daar toen afgespeeld heeft, nog geen einde kennen, gaat nu opnieuw voorgeschoteld worden om echt wel die afronding in het steenbok tijdperk te kunnen maken. En Pluto staat uiteraard voor transformatie. Dus er wordt toch wel echt een hele verandering verwacht in die onafgewerkte thema's. Als we gaan kijken naar die thema's, dan gaat het vooral om hiërarchische structuren en systemen. Denk maar aan politiek, onze economie. Ook bedrijven en sociale structuren zitten daarin. Dus er kan in de komende periode wel wat chaos en wat wanorde ontstaan, omdat er nog een afronding nodig is binnen die periode. Voordat er eigenlijk nieuwe zaadjes geplant kunnen worden in het Waterman-tijdperk. Want eind dit jaar gaat Pluto dan opnieuw in Waterman. En dan is het definitief voor de komende 20 jaar. Dus dan is eigenlijk de bedoeling dat alles van steenbok ook afgesloten kan zijn. Dus als er nog geen transformatie of geen verandering heeft plaatsgevonden in die afgelopen jaren dat Pluto in steenbok heeft gestaan, dan zal het nu al zijn dat het nog komt. Dus ook daar kunnen we nog de komende periode veel van verwachten. Ik ga daar ook nog wat extra rond delen op de sociale media. Dus hou het zeker ook in de gaten. Want Pluto is toch wel een belangrijke planeet in de komende periode. Zeker ook omdat hij dan van teken verandert. Voor de rest wens ik jullie samen met de tarot van Barbara een hele voorbereiding voor deze nieuwe maan in maart. Waarbij dat ik jullie een meer routine wens, meer goede voornemens, nieuwe doelen die jullie mogen stellen. Veel nieuwe dingen om aan te werken. Zoals ik zelf ook aan de nieuwe dingen al heb gewerkt met mijn onderneming Hisha Amani. Kijk ook zeker nog eens naar de sociale media. En ook hier, als je nog niet geabonneerd bent, abonneer ook zeker nog. Like het. Laat je boodschap achter wat dat de nieuwe maan voor jou brengt. Ik ben ook altijd heel benieuwd om dat te lezen. En ik vind het ook altijd heel leuk als er nog tips of tricks binnenkomen. Het laat maar voor verbetering die we in de maart altijd mogen meenemen. Om het weer als productieve periode te zien bij deze nieuwe maan. En dat wens ik jullie ook allemaal toe. En dan zie ik jullie graag binnenkort weer, of binnen het eclipsperiode, waarbij dat het weer heel wat intenser zal zijn. Dus geniet nog van deze nieuwe maan in maart. Dag!